Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie iets heel leuks laten zien. Een ei waar een vogeltje uitpiept. Het is helemaal niet zo moeilijk. Als jullie ook zin hebben om te knutselen, kijk dan verder. Je hebt een wasknijper nodig. Een hoop potloden voor de versiering. Een stukje papier, een dik stuk papier of karton. Mijn papier is aan de ene kant rood, aan de andere kant wit. Ideaal voor een ei aan de ene kant en voor een vogeltje aan de andere kant. Anders ga je twee verschillende papieren nodig hebben in twee verschillende kleuren. Je hebt ook lijm en een schaar nodig. Dan ga ik eerst een ei tekenen op mijn stuk papier. Dat knip ik dan uit. Ik ga het ei dan in de helft doorknippen in een zigzagpatroon. Want ik wil mijn ei natuurlijk kunnen openen, zodat je mijn kuiken kan zien. Dan ga ik een wat kleiner ei tekenen op mijn stuk papier. En ook dat knip ik uit. Het kleinere ei, dat wordt mijn vogeltje. Daar ga ik eerst al een snavel op tekenen. Zo zie je hem niet zo goed. Ik ga hem nog omranden. In een iets donkerdere kleur. Rood bijvoorbeeld. En dan teken ik er nog kleine oogjes op. Nog vleugeltjes. Een paar kleine haartjes bovenaan. En onderaan nog voetjes. En dan is mijn kleine vogel helemaal af. De onderkant van mijn ei ga ik aan de onderkant van mijn wasknijper vastplakken. Dat doe je zo aan de zijkant. Houd het nog even vast tot de lijm wat droger is, want anders gaat die ei er terug afvallen. Dan de bovenkant. Die komt op de bovenkant van de wasknijper aan de zijkant opnieuw. Dezelfde kant natuurlijk. Druk goed aan. En dan kan je je ei open en dicht doen met de wasknijper. Natuurlijk moet het vogeltje er nog in. Wanneer je dan het ei opent, dan kan je het zien zitten. Daarvoor gaan we het vogeltje aan de andere kant van de wasknijper plakken. Doe er wat lijm op en druk dan het vogeltje er tegenaan. Laat het even drogen. En dan is je ei helemaal af. Je zou het natuurlijk ook met heel veel verschillende dingen kunnen maken. Met een krokodil in het ei, want krokodillen die worden ook in eieren geboren. Als jullie nog leuke ideeën hebben, laat die dan zeker achter bij de reacties. Laat me ook weten wat jullie van dit project vonden. Gaan jullie het zelf uitproberen? Gaan jullie het gebruiken als decoratie of als cadeautje voor iemand? Misschien versiering op een kaartje? En vergeet me geen thumbs up te geven als je het een leuke video vond. Bekijk ook zeker de andere video's op het kanaal, abonneer je en dan tot volgende keer.